Nou, welkom terug. Juist komt heel heftig nieuws binnen over voormalig One Direction lid. Ja, op 31 jaar geleden is Liam Payne overleden. Uh, naar het schijnt na een val van een hotel, de derde verdieping van een hotel in Buenos Aires, hoofdstad van, uh, van Argentinië. Hier zien we hem, uh, vader van een, uh, van een kindje, Beer, uh, heeft een hele lange relatie gehad met Sheryl Cole. Uh, ja, lid van. In... One nee, Direction, ja, uh, Maatje van Harry Styles? Ja. Toch ja, 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 absoluut, absoluut. Na het uiteenvallen van die groep ja. is hij met een solo carrière verder gegaan. En, en goed, hoor. En een wereldtournee. Was bezig met een hele grote tour door Zuid-Amerika, had uh, concerten daar afgezegd vanwege een nierbekkenontsteking. En dat laatste nieuws is nu volgens de krant de Le Nation, uh, de, de Argentijnse krant, die laat weten dat de politie naar het hotel was geroepen vanwege een Agressieve man die onder invloed zou zijn van alcohol of drugs. En dat zijn allemaal details. Dat zal in morgen in de loop van de dag. zal er meer nieuws over naar buiten komen. Maar dat het een intens, triest overlijden is. Ja. 31 jaar. 31. Een jong kindje. Maar... Uh, dat, dat mag duidelijk zijn.